Lize ging met een ander even, met een vrouw. Maar ik was daar heel verdrietig over, omdat ze toch een stap van mij vandaan. Daar luister je naar. Het is 12 minuten over 8. En Tim, je hebt een nieuwe dichtbundel en ik zag dat voorbij komen. En ik wist dat je dat dan gisteren officieel ging presenteren. Of nee, niet officieel gepresenteerd, maar dat hij uitkwam. Nee, van nu. Hij is nu uit. Oh, maar ik zag nu net. Hè, maar ik zag op Insta-story al een gedicht voorbij. Twee zelfs ja, voorbij komen. Ik heb er één. Ik heb er één, serieus. Is dit de allereerste? Die heb ik van de pers gegrapt bij de drukkerij. Ja, daar was je ook nog inderdaad. Ja, je wilde het hele proces zien van hoe een bundel wordt gedrukt ook daadwerkelijk. Ja, een soort bevalling van je kind eigenlijk. Ja, voelt het zo? Ja, maar dan iets meer kinderen. Wij gingen... Alsof ieder zaadcelletje ook een kind is geworden. Dit boek gaat... Het gaat over relaties en liefde en hoe dat vaak mislukt. En de moeilijkheid daarvan. Ook over mij en Lize. Het is ook... Generatiekritiek zit er toch ook veel in, merk ik. Eigenlijk open ik daar het boek ook mee. En het gaat ook wel een beetje over de dood en heel veel grapjes. Maar de dood, ik maak over mijn lijk, dus ik heb daar heel veel mee te maken. Dus ik moet dat wel ergens kwijt, weet je wel. Maar ik merk dat ik daar toch ook veel grappen over maak. En over het vrije woord. En wat doen we daar nou eigenlijk mee? Maar het is dus eigenlijk jouw leven in 80 pagina's. Ja, weet je wel. Maar als dagboek. Als ik het samenvat, want de dood, nou ja, die is in mijn leven aanwezig, want wij worden ouder. Ja. De liefde is in mijn leven aanwezig, want we worden ouder. Nee, maar het wordt veel serieuzer, de liefde. Vroeger had je vriendinnetjes en dan was het lang leven, de vrijheid en de blijheid. En nu woon je samen, heb je relaties, denk je wel eens na over trouwen of over kinderen. Dus het wordt allemaal veel. Zeker twee van die vier, ja. Ja, toch? Op een gegeven moment... Ik heb het daar met Lize ook over. Hoe gaan we nou naar voren? En inderdaad, de kinderen. En Lize is wat ouder dan ik. En hoe gaan we dat doen? En werkt het goed? En weet je, wat heb je daarover geschreven dan in je dichtbundel? Over Lize en mij? Ja, want de liefde fascineert mij altijd. Ik heb zelfs een radioprogramma gehad. Dat heette Frank Hartje. Dus kan je nagaan dat het... Dat is even terug. Speelt. Ja, dat is zeker. Dat is 2,5 jaar geleden ongeveer. Maar wat... De eerste wat ik tegenkom van Lize is bladzijde 10. Dat heet... Wil je stilte als je het voorleest? Of? Ja, in ieder geval dit is... Ja, alsjeblieft. Oké. Het heet twee weken lang iedere dag gehuild. Oh. En het is heel kort. Maar ik heb het wel opgeschreven toen ik me echt niet zo fijn voelde. Nee, ik ben heel benieuwd. Dit is nog nergens te lezen geweest. Dus daarom, ik wil alles horen. Ik ben fan van hoe jij dicht. Dus. Ja. Twee weken lang iedere dag gehuild. Mijn vriendin ging vreemd met een vrouw. Ik wist ervan. En was heel erg gekwetst door wat ze zei vooral. Maar dat geeft niet, want er groeit haar uit mijn gezicht. En het ging over dat mijn dit was hem. Ja, het is heel kort. Maar de essentie daarvan gaat ook een beetje over masculiniteit en zulke zaken. Lize ging met een ander even, met een vrouw. Dat hadden we afgesproken. Maar ik was daar heel verdrietig over, omdat ze toch een stap van mij vandaan deed. En iedereen zei, is toch geil, weet je wel. Ik voel me echt best wel rot hier. Maar wel beter dan een man, toch? Want daarmee ga je concurreren. Met een vrouw kan je niet, wat je eigenlijk zegt, dat is niet waar uit mijn gezicht. Ik denk ook niet, ik weet dat niet. Lize is nog niet meer mannen geweest. En overigens, wij zijn hier heel open over, dus we waren heel eerlijk tegen elkaar erover. Maar ik vond het hele gegeven... We hadden zo'n gesprek en dat ging over... waar staan we nou samen en wat willen we nou? En toen zei ze, ik wil eigenlijk dat proberen. En ik weet ook niet zo goed of ik weer terugkom. Jezus. Niet per se dat ze bij haar ging blijven, dat wist ik wel. Maar ook gewoon, ik weet het even niet. Tjallas. En toen dacht ik, goed, dit spreken we af. Ik moet me even doorheen bijten, een paar weken. Ja, dat is zo volwassen. Ik word er verdrietig van, merk ik, bij mezelf. Echt waar, ja? Ja, omdat ik... Was je niet wanhopig? Dat je dacht... Ja, wel. Ik heb twee weken lang iedere dag gehuild. Ja. Daarom heet het zo. Ja, nee, maar dat kan gebeuren. Dat hoort erbij. We hebben daar veel over gehad. En, maar het is wel weer goed nu? Of we zijn nog steeds beter. Samen. Ja, nee, okay. Ja, 100%. Ja. En... Het is wel fascinerend wat voor relatie Lize en ik hebben. Bijvoorbeeld, Lize maakt nu een documentaire, Mijn Seks is Stuk, die komt in december uit. En dat gaat over waarom ze haar libido verliest in relaties. En in die zoektocht was dat daar onderdeel van. Even daten met een vrouw, naar bed gaan met een vrouw, kijken of daar liefde uit kon ontstaan. Of wat ze daarbij voelde. Heel veel partikelen. Maar Lize en ik gooien wel dingen open. Ja, maar dat dit open wordt gegooid, is toch ook wel weer
pittig voor jou. Dat de libido daalt, dus dat jullie minder seks in je relatie hebben. Ja, nou daar maakt ze een film over en die is heel goed gelukt. Ja. Want die komt in december uit? Ja, ja, en we hebben daar wel samen ook... Kijk, voor mij, want het gaat ook een beetje over mij natuurlijk. Ik zit er ook in. En niet zo heel veel, maar we besloten dat toch te doen, omdat ik heb altijd een hele grote mond daarover. Hè, van je moet altijd alles kunnen bespreken. En ik, nou ja, dus voor over mijn lijken, ik interview je tot je graf ingaat, zowat, weet je wel. Intens, jongen. Maar dat zoek ik dan ook. En dan verwacht ik een soort gesprek en de waarheid van iemand. En dat doe ik heel vaak met allerlei over de hele wereld. En toen dacht ik, ja, nou ja, nu ben ik hier onderdeel van. Lize wil die film maken. Ik dacht, ja, dan ga ik ook niet kinderen. Nee, ik doe niet mee. Weet je wel? Ja, nee, dan moet ik. Nee, dan, mooi. Maar je moet wel met je billen bloot, jongen. Ja, even wel. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Nee, want misschien help je mensen er ook wel weer mee. Ja, schaam is voor sukkels, Frank. Mooi gezegd. Zometeen nog een gedicht. Neem even een slokje water. We zitten er meteen lekker in, meneer Hofman. Tuurlijk. Goedemorgen.